Welkom in sessie 39 van het OLOTPOT 1, waar we bezig zijn met het bespreken van het voorbeeldexamen, zoals ook in pdf-format terug te vinden op Camilo. We zijn meer bepaald bezig met vraag 1, waarvan wij reeds delen A en B in vorige sessies hebben aangepakt. Het betreft dus een vraag in verband met de selection sort. Ja. Ik ga niet alles herhalen, kijk het zelf een beetje na, want ik wil nu een voortgang maken met dat derde deel, met deel C, ik lees er eventjes. Herwerk het algoritme voor sorteren door selectie naar een recursief algoritme. Ja, dat moet je natuurlijk wel zeggen waar je vandaan komt. Hè. Dus van ja, ik moet hier zien dat ik goed kan schrijven, een klassiek. Allee, roest, kan mijn pen niet goed vastpakken. Van een klassiek, of van een klassieke iteratie, ja, iteratie, naar een recursief, iteratief algoritme. Voilà, en dan heb je hier dus een hulp, eigenlijk is dit de hulpfunctie die hier gemaakt wordt. Ik vind het een beetje een ongelukkige benaming, dus dit noemt men dan een selection sort recursief. Ja, hier wordt niet recursief geprogrammeerd. Hè. Dat zal pas gebeuren hier in deze methode, dus die dan ja, hulp wordt genoemd. Ik had die namen toch misschien iets anders gekozen, maar goed, het is nu zo. Dus we moeten het ermee doen. Je ziet dat als eerste argument array wordt meegegeven, die dus in ieder geval niet nul is. Die gevuld is ook voor die informatie met gele getallen. En zero based is, ja, dat gaan we dus ook maar veronderstellen. Pas op, het is pseudocode, het is geen Java. Hè. Dus het zou ook eventueel anders kunnen zijn, maar dus daar gaan we maar vanuit. En dus we moeten n-1 getallen, ja, als de lengte, hè, als we dus bijvoorbeeld hier een array hebben, dus die gaat van 0, 2, 3... Ja, en hier de waarde 4, 8, 9, min 3, weet ik veel. Ja, dan heeft hij 4 elementen. Hè. Maar dan wil je eigenlijk wel sorteren van de derde index, hè, van index nummer 3 tot en met index nummer 0. Ja. Dus vandaar dat hier zo'n beetje raar misschien overkomt. Alleszins, dus dit is dan de selection sort. Ja, helaas, pindakaas, het is deze na hulp. Maar dat is ons recursief algoritme waar we mee aan de slag moeten gaan. En waar dat we dus inderdaad nog eens kunnen nalezen dat er hier dus elementen, hè, van 0 tot en met k, dus dat is uiteindelijk van 0 tot en met n-1, ja, als we tenminste volledig willen sorteren, gesorteerd zullen zijn. Ik heb hier ook nog eens eigenlijk het klassiek iteratief algoritme erbij gezet, om dan ons te kunnen helpen om die tot een goed eind te brengen. Ja, want als je dan gaat gaan dat omzetten, dan stelt je toch dikwijls vast dat er dus niet veel informaties, concrete informaties zijn die je daarbij helpen. Hè. Dus we verwachten wel dat je dat doet, maar hoe pak je dat dan aan? Dus hier toch een paar tips, werkwijze, om een klassiek iteratief, met nog een woordje bij, algoritme, om te zetten naar een recursief iteratief algoritme. Ja. Wel, ten eerste, de aanhef van een recursieve methode moet minstens één parameter, dus een argument, hè, dat is hier ook het geval hier, bezitten. En dat argument, het heeft twee argumenten, dat is waar, maar er moet er één bij zijn, dat argument dat bij elke iteratie een andere waarde zal krijgen. Ja, dat zal dit hier zijn. Je kunt zeggen, ja, in de reden toch ook. Ja, maar goed, uiteindelijk zijn we aan het sorteren en je zult zien hoe dat dan zal lopen. Hè. In het lichaam van de methode moet de methode minstens één keer opgeroepen worden, waarbij men tenminste één meegegeven parameter steeds een veranderende waarde laat bezitten. Ja. Dus dat moeten we ook doen, want als die waarde niet verandert, ja, dan gaat er, zoals ik u eerder heb uitgelegd bij de inleiding over recursie, een oneindige lus gaan creëren. Nog wat je moet doen om te vermijden om een oneindige lus te krijgen, is omdat de recursieve iteratie zou stoppen, uiteindelijk, dient een goed stopcriterium ingebouwd worden. Dus een maatstaf om te stoppen, een goede voorwaarde, die zegt, nu stop ik ermee. Dit bij het zogenaamde triviale, hè, dus een eenvoudige geval, bijvoorbeeld als uw lengte van uw array nog 1 is, of desgevallend 0, ja. Zoek in het oorspronkelijk klassiek iteratief algoritme de meest geschikte voor- of zolang lus uit, zolang als lus uit, om te zetten. Ja. Dus met andere woorden, welke lus gaat je uiteindelijk gebruiken, hè, want het is dat wat er gebeurt, hè, als je omzet van recursief, dus iteratief, naar klassiek iteratief, of andersom, hè. Wij zijn nu bezig van klassiek iteratief naar recursief iteratief, ja, dat betekent dat dus in die klassieke iteratie daar iets gaat veranderen, iets gaat wijzigen, iets gaat verdwijnen. Ja, dat zal dan toch wel een voorlus zijn, of een zolanglus, hè. Dus je moet je voor- en je zolanglus uitkiezen om te weten, die gaat er veranderen. Zorg er ook voor dat in het nieuwe recursief iteratief algoritme alle voorafgaande en volgende instructies met betrekking tot de vervangen lus correct worden opgenomen. Ja, inderdaad, hè. De lus, dat kan ik u nu al verklappen, misschien dat je het ook ziet, ja, dat zal deze lus zijn, die correctie, fout voor mij, ik vergis mij, dat zal deze lus zijn, excuseer, ik word een beetje boe, dat zal deze lus zijn, want hier gaan we effectief dan
het selecteren uitvoeren, maar dus door die array gaan, dus zullen we nu recursief gaan doen. Maar daarvoor zijn nog een paar handelingen en daarna zijn ook nog een paar handelingen die erbij horen. Die mogen we natuurlijk ook niet vergeten als we dat recursief iteratief gaan doen. Voilà, nu dat we dat weten, kunnen we eraan gaan beginnen. Dus waar zitten we weer ergens? Dat is hier, dus komen we nu bij 17. Voilà, hè. Dus ja, begin staat er hier. Hè. Ik heb hier natuurlijk de regelnummers en zo weggelaten. Ja, je moet iets doen. Hè. Dus zoals we al gezegd hebben, dus dit gaan we eigenlijk niet meer uitvoeren. Hè. En je moet ook wel bedenken, moet je bewust zijn van wat je aan het programmeren bent. Hè. Dus als je zegt, ja, ik zal wel dat proberen interactief te maken zonder te weten wat of hoe. Ja, dat is eigenlijk ook niet eigenlijk de geschikte aanpak. Je moet effectief wel weten dat je hier bezig bent met de selection soort, ja, die je wilt veranderen. Ja. Dus laten we dat maar doen. Wel, zolang als die, die k gaat eigenlijk in de plaats komen van die i hier. Ja. Dus laten we hier maar schrijven, hè, als, hè, want ja, ik ging wel zeggen zolang, maar dus pas op, hè, je mocht er nu niet, dat heb ik zie ik op het examen ook soms gebeuren, dat we dan toch nog die lussen behoudt en dat we toch dan eigenlijk probeert die recursie in te bouwen. Nee, hè, hier moet nu een voorlus sneuvelen en het zal het deze zijn. Dus ik ging hier al met zolang, maar ik bedoelde eigenlijk als, hè. Als, hè, want wanneer gaat dat hier stoppen? Dat gaat hier stoppen hier als dus die i niet meer groot is of gelijk aan 1. Wel, hier moeten we nu ook zoiets gelijkaardig zetten. Dus als 0 kleiner is dan k, of dus misschien kunnen we beter schrijven nog 1. Hè, dus ik weet niet, maar nu mogen we kiezen. Als dus 1 kleiner is dan of gelijk aan k, ja, dat is misschien nog beter. Hè, dan komen we meer, zijn we meer compatibel. We hadden misschien ook i kunnen gebruiken in plaats van k, want het is die we eigenlijk vervangen. Maar misschien dat ik het ga doen. Oké, okay. Op een examen natuurlijk moet je niet te zot doen. Hè. Op een echt examen. Maar ik doe dat nu omdat je duidelijk zou zien wat er juist gebeurt en wat dat we juist veranderen. Ja. Dus let op. Hè. Maar op een examen moet je niet te stoer willen doen en dan om zitten veranderen. Dat werkt alleen maar averechts. Hè. Maar hier hoop ik dat je daar iets meer inzicht mee krijgt. Want het is wel degelijk. Die i in die voorlus die hier aan het sneuvelen is nu. Hè. En die we dus eigenlijk in een recursief algoritme proberen te pompen. Als i, correctie, als i inderdaad... Opnieuw, als 1 kleiner of gelijk is aan i, dan, ja, ik ga nu terug wel in het rood of in het zwart schrijven. En dus ja, wat moet er dan gebeuren? Dus dan blijft eigenlijk, dan gaat hij erin gaan, dan gaat het dus dit hier doen. Dus met andere woorden, dan gaat effectief positie, ja, positie laten gelijk worden aan die i. Ja, want dat is het algoritme. Dan gaat een max ook laten gelijk worden of de waarde laten krijgen van ai. Ja. En die binnenste lus, zoals gezegd, dus die selectie effectief, die laten we voor wat het is. Dus voor, en we kunnen zelf teller gebruiken, hè. J, die wat wordt. Wel, en ik kan nu i gebruiken, dus ik kan dat hier i min 1 tot en met 0. Ja, stap min 1, ja, stap min 1, doe. Wel, daar is er eigenlijk veel aan te veranderen. Hè. Als max kleiner is dan aj, ja, dan wordt positie, zie je dat ik hier voldoende plaats heb, dat zal juist lukken denk ik, wordt positie die waarde van j, dat is, ja, die j is wel slecht geschreven, j, ja, dan wordt max, wat is het daar, krijgt hij de waarde van het element met index j, ja, en dan is het hier einde als, ja, en dan is het ook einde voor. Dus dat is dan gebeurd. En nu komt eigenlijk, ja, stilletjes aan de pièce de résistance. Eerst, pas op, hè, voordat we dus teruggaan, moet er hier nog wat gebeuren. Dus dan laten we het ook gebeuren. Dus wat is dat dan? Ja, ik ga het toch een beetje omhoog duwen. Wat is dat dan? Wat moet er dan gebeuren? Ik moet zien dat ik hier natuurlijk niet alles verlies. Wel, A. Positie krijgt de waarde, dus het element met indexpositie krijgt de waarde van het element met index i. Het element met index i, dus dat is die selectie eigenlijk, die hier nu wordt volleind, dus zoals het ook in het klassiek iteratief geval het geval was. Maar nu heb je de meer de einde voor, want nu zijn we hier aangekomen, ik hoop dat je dat ziet. Je hebt nu geen einde voor meer, opdat u terug, dus u moet zeggen, nee, nu moet ik terug... Die selection soort hulp, ik ga die nu wel afkorten. Dus, selsor hulp, je kunt dat zelf dan volledig schrijven. En dus de array zelf. Ja, wat array zelf betreft, ja,
die gaat terug worden meegegeven, ja. Die gaat terug worden meegegeven, dus dat is geen probleem. En wat dan? Wel, dan moet er volgen. Klein momentje. Oei, ik zit hier met verkeerde dingen. Ja, terug het uitvoeren van sensorhulp. Met nu natuurlijk een aangepaste waarde. Dus de waarde, dus de teller moet nu met eentje verlagen. Nu, het is zo dus dat die. Oei, dat is de laatste zin niet goed. Wat ben ik nu aan het doen? Dat is niet goed. Ik meen 1, zo, voilà. Nu, het is zo dat. Ja, dat jij met die array, die gaat dus effectief mee terug binnenkomen en die zal aangepast zijn. Dus je hebt die eigenlijk niet meer te retourneren, dat is eigenlijk geen must. Maar het staat hier wel zo. Het staat hier wel zo. Dus met andere woorden, we moeten, zie ook zelfs, ik heb het in Java geprogrammeerd, je gaat het kunnen zien, en je hebt eigenlijk die retourwaarde niet echt nodig hier. Je retourneert eigenlijk die array aan zichzelf. Maar goed, ja, het staat zo in de opgave, dus in principe zou dit weg kunnen. Zie ook de Java code die ik je zo meteen nog laat zien. En dan eigenlijk is het dus gedaan, die einde als, dus met andere woorden, einde als, en zal dus die selectiesoort hulp terug worden aanroepen, tenminste, en zal er gekeken worden, is k nog altijd groter dan of gelijk aan 1, en als dat niet zo is, ja, dan zal uiteindelijk naar die hulpfunctie, waar stond ze die hulpfunctie? Wel, die stond hier zeker, hè? Nee, voor was het, ja, hier, hè? Terug, ja, dus allee, hier dan zeker, nee, nu weet ik het niet meer, verdorie, waar was het hier ergens? Hier, hè, zal dan uiteindelijk worden die array worden geretourneerd, volledig gesorteerd. Dus dat moeten we wel er nog bij programmeren. Dus dat is hier op het einde, retour, retour van die array A. En dan is het eigenlijk gedaan, dus einde, als je zou willen, ja. Voilà, dat is absoluut niet eenvoudig. Ik merk wel dat sommige studenten daar, en misschien ook mede door andere vakken en OLOTs die je aanpakt, daar toch wel wat voeling voor hebben. Ander dan veel minder. Let op, het principe is dat jij uit die klassieke iteratie, ja, daar moet een iteratie uit verdwijnen, hè, die vervangen moet worden door die selection soort. Nu, natuurlijk, in pseudocode kan in principe alles, hè, dat is juist pseudocode, dat het dus niet echt is, en dat er daar, ja, inderdaad, ja, schrijfbaar iets, ja. Nu ja, match een keer dus die code die hier ligt, met de Java code die ik erachter heb gezet, ik weet niet waar ze staat, ik denk dat ze hier komt, ja, voilà. Dus natuurlijk, pas op, hè, ik heb hier iets andere benaming gegeven, maar het gaat wel degelijk over die selection soort recursief. Ik heb zelfs ook een array voor u klaargezet, die je daar kunt, dus die hier wordt getest. Dus dat is hier, hè. Dus hier wordt uiteindelijk alles voorbereid om dan uiteindelijk de array of de methode selection soort van die array under test, als in deze hier, te gaan uitvoeren. Ja. En die wordt dan ook getoond. En hier ziet je dan de uitvoer trouwens, hè, wat, en dan ziet je dus ook dat die effectief gesorteerd is. Hier is dan effectief die selection soort recursief. En je ziet dus die buitenste forlus die is eruit. Die, is dus, die heeft zijn biezen moeten pakken voor wat? Wel voor dus, dus het aanroepen, excuseer, het aanroepen van dezelfde, de eigen methode in het lichaam met een ander argument, met een steeds veranderend argument. Ik hoop dat je het ziet. Dat is de positie under test, put, positie under test. En dat is de array under test, ja. Voilà, daarmee is dus, denk ik, dat hier toch wel besproken. En dus is vraag 1 hiermee behandeld.